Maatschappelijke dienstverlening of bij de bibliotheek. En wij hebben als kijker, de commissie, zoals wij dan heten, de eer om kunst te laten zien. Wij doen dat al met vrijwilligers, dat doen we al 10 jaar. En door louter toeval hebben wij Willem Razing te pakken gekregen. Dat was wel net zo prettig. En die beste man is met zijn zuster deze week gigantisch bezig geweest. Want dat wil ik even zeggen, zijn zuster. Want die heb ik hier dus rond zien lopen. Eerst was ze aardig groot, maar later werd ze toch iets kleiner. Want die was wat degelijk vermoeid volgens mij. Wij zijn dus heel vereerd dat we Willem Razing, een nationaal en internationaal kunstenaar uit Amsterdam hier mogen begroeten. Willem gaat zelf de tentoonstelling openen. Ik ga af en toe een stukje voorlezen en dan introduceer ik wat gasten die hun dingetje doen en met je en Kroes die zullen uiteindelijk Oké, Willem, wij feliciteren je met deze opening. Dankjewel. En ik zou zeggen, ga je gang. Nou, de groene hangt. Ik heb het een en ander op papier gezet, dat is wat makkelijk. Er was dus in een klein dorpje een jonge boerenzoon die verliefd was op de dochter van de plaatselijke kunstenmaker. Ze wilde het soundboard van hun leven maken, maar de boerenzoon kreeg van zijn moeder geen toestemming met haar te trouwen. Standsverschil heette dat. Dan wacht ik tot ze dood is en dan heb ik geen toestemming. Thank you.
ook met onze held moet een keus voor de rest van zijn leven maken. Wat gaat hij laten worden? Het hospice zijn en de geneeskundige dienst bevallen hem eigenlijk wel, maar hij maakt toch uiteindelijk de keus welke hij altijd al in zijn kop had. Illustrator en tekenleraar worden. Hij gaat met zijn vriendin samen. Ik heb je net aangekondigd als poëtisch man, die net zijn nieuwe gedichtenbundel Das dan Jammer af heeft. En dan graag, en dat gaat uiteraard over de, jouw overpenzingen over de man-vrouw relatie. En daar wil jij enkele krochten uit jouw brein van voortdragen. Ga je gang. Hallo dames en heren. Hou het kort, want want de bar is open, zag ik net. Dus, ik wou je dat niet onthouden. Oké, we doen er even een paar en dan. Dus de eerste keer dat ik ze voorlees, dus dat zal hier en daar wat hapen misschien. Oké, de loodgieter. Hij was bezig met een grote steen die was gaan lekken. Toen ze vroeg of hij ook haar voorgevel wilde checken. Hij zei dat hij geen bouwvakker, maar loodgieter was. Ach schat, je onderschat jezelf en opende haar kamerjas. Oké, doe er nog eentje. Taal. In al zijn eenvoud probeert het Marokkaan het Nederlandse meervoud. 1 koe is 2 koes en 4 is couscous. Ik heb er nog een keer de dubbel laten. Het is Peter gegund. Dus bij deze Peter. Ik ben zeer vereerd dat beide spontaan toegezegd hebben deze expositie te willen openen. Waarvoor mijn oprechte dank. Ik ben benieuwd waar ze mee aankomen zet. Eigenlijk in Rokken. Willem, we dachten we gaan iets met kunst doen. Dus we hebben al een beetje ruimte hier, dat is best aardig. We gaan iets. En toen dachten we, wat is er dan nog weinig gecombineerd? En toen ben ik erachter gekomen, dat is tegenwoordig zo makkelijk met dat instrument, ben ik erachter gekomen dat er één kunstvorm nog niet gecombineerd is met een andere. Welke jas met snorren? Welke met moor? En verder weet ik niet meer, want geen zonder. En ik riep, waar is dat allemaal voor? Wat is er allemaal voor? Een vuilcontainer voor het gemak, ja voor uw eigen afvalzak. Een vuilcontainer voor het gemak, uw eigen zak. Geen stampje in uw eigen huis, geen ratten meer en ook geen muis. Geen ratten meer, geen moezen. Oké, lieve mensen, wij mogen wat muziek voor jullie maken. En voor deze speciale gelegenheid hebben we een Buddy Holly en een repertoire. Misschien dat er iemand van u wat zegt, maar ons onderhand wel. Oké, we beginnen met Listen to Me. Als het maar doet. You're as a sinner.
of amusement and the wind's all by. Waiting, hoping you can buy. Maybe someday soon things will change and you'll be mine. Thank you.
als je uit de draaien bent. Maar dan moet ik laat het als je uit de draaien bent. Goede vrienden van mij overleefd met haar vriendje. Tevens een verwijzing natuurlijk ook naar Buddy, die in de jaren 50 in een vliegtuigje uit de regio. Thank you.
Oké, dankjewel. Dankjewel.